PSV speelde gisteren in Euroborg zijn slechtste wedstrijd van het seizoen tegen FC Groningen. Dit was misschien wel typerend, slap en ongeïnspireerd. En Fred Rutte was van binnen een aantal keren ontploft. Nou, wat 3000 keer volgens mij. En het was eigenlijk al vanaf de start van de wedstrijd. En daar zag je al meteen op het veld van dat we... of het ongeconcentreerd was, dat weet ik niet. Maar zeer slordig bij balbezit. Met de druk zetten van Tadic, ja, daar hadden we heel veel moeite mee. Terwijl eigenlijk Manolev de hele tijd aan die zijde gewoon de vrije man was. En kwamen we daarop uit, ja, dan gingen we gelijk weer de dieptepas spelen. Nou, dat is niet ons spel. En we zijn meegegaan in het gevecht van FC Groningen. En dan hebben we verloren. En zij hadden zich de carnaval anders voorgesteld. Strootman leidt balverlies, Manolev grijpt half in. En Groningen mag voor het eerst in de wedstrijd bij het doel van PSV komen. Als dan ook Marcelo het duel niet goed aangaat en Willems door Suk aan alle kanten voorbij wordt gelopen, is het zomaar 1-0 voor de FC. Ik kom slecht in de wedstrijd direct, denk ik, in de eerste helft. En alleen met lange ballen en we durven niet spelen. Ik weet niet waarom, maar misschien het veld speelt een beetje. Is niet top, zo we proberen de lange ballen te spelen en ja, wij is niet de ploeg de lange ballen te spelen. En zo zag dat er dan uit. Isaacson, doorkoppen van Toivonen, op goed geluk komt dan Matafs nog half in balbezit. En na ruim 35 minuten is dit de eerste poging van PSV en de eerste redding van Luciano. Ik weet niet, we spelen echt slecht. En ja, Groningen was gewoon beter vandaag. Ja. Hoe kan het? Nou, ik weet niet. Wij spelen echt dramatisch, so dat was de reden. Jullie hebben ook, en dat is heel raar voor jullie, nauwelijks kansen gehad. Ja, was, zoals ik zeg, vandaag was echt slecht in alle parten. So. Dus werd het niet de terugkeer in Groningen die jij ongetwijfeld bedacht had? Ja, oké, maar ik denk alleen op de wedstrijd en de wedstrijd was niet goed. So. En dit moment vooraf, samen met Hans Nijland, was voor Matafs het enige moment dat hij kon lachen in Euroborg. Het was, laten we maar zeggen, niet zijn wedstrijd. Zoals het zeker ook niet de wedstrijd was van Stanislav Manolev. Vlak na rust, de overtreding en de gele kaart van scheidsrechter Wiedemeijer. Zijn 8e alweer dit seizoen. Daarna leidt hij met een slechte paas de 2-0 in. Tadic helemaal vrij en Bakuna rondt het heel beheerst af. En om nog maar even bij de Bulgaar te blijven. Hij zoekt daarna de strafschop, krijgt hem niet. Maar wel zijn tweede gele kaart en dus rood. 2-0 achter en met 10 man verder. Al was er over die beslissing van Wiedemeijer nogal wat discussie. Ik dacht vanaf de kant is Zwalbe. Stani zegt zelf dat was niet de rode kaart zo. Op zijn minst discutabel. Keurentjes speelt de bal in elk geval niet, maar zoekt Manolev het been op, ja of nee. Nou, en als het dan werkelijk een Zwalbe is, dan is het namelijk niet zo verstandig om dat te doen. Daar verlies je de wedstrijd niet op, hè? Op dat wel of niet moment. Nee, helemaal niet, maar verloren een beetje vertrouwen natuurlijk met 10 man op de veld en 0-2 achter, dan is het heel moeilijk. Laten we niet gaan zitten van als dat. Nee, de start van een wedstrijd, die is vaak bepalend. Kortom, de hand gaat heel diep in eigen boezem en terecht. Want deze situatie is misschien wel het hoogte/dieptepunt van de wedstrijd. Labiat leidt balverlies, Isaacson levert zomaar in en Soep maakt het doelpunt van de maand. Kortom, het worden nog hele gekke weken in deze gekke competitie. Wij moeten vergeten deze wedstrijd en focussen op andere wedstrijd. Nu is Trabzonspor en dan hebben we twee thuis belangrijke wedstrijden. So, dat moet winnen. Jij zegt zelf altijd, het wordt een competitie van de lange adem. Ja, 100% zeker. Dat is namelijk al 10 jaar lang is dat zo. En ik wil dat niet, dat is weer wat anders. Want ik ga het gevecht aan om dat te doorbreken. En wij hebben in mijn optiek hebben wij absoluut de opties binnen ons team om dat te doorbreken. Om afstand te gaan pakken. En daarom moet je dit ook heel snel wegstoppen. En wat vooral belangrijk is, dat we onze,
ja, onze hoofden, ja, dat er niet uit elkaar gaan vallen. En dat we nu richting aanstaande donderdag gaan. Want ja, het is ook weer een belangrijke wedstrijd voor ons. En nu komt de topperwedstrijd ook en dat is heel leuk. Ja. En meteen cruciaal? Ja, absoluut. Absoluut. Zo heel scherp zijn. Wat gebeurt vandaag kan niet gebeuren in de toekomst. Dat is een wijze les, want de grote vraag is wie wil er kampioen van Nederland worden? De koplopers, PSV en ook AZ, verliezen dus afgetekend, beide met 3-0. Ajax wint en dat doet ook FC Twente, allebei met 4-1 van respectievelijk NEC en Vitesse. Dat levert de volgende stand op. Door al die gekke uitslagen blijft PSV gewoon koploper, 45 punten uit 22 wedstrijden. AZ heeft datzelfde aantal, maar een minder doelsaldo. SC Heerenveen kruipt heel erg dichtbij met 43 puntjes. En Dries Mertens blijft nog steeds de topscorer van PSV in de vaderlandse competitie.